Hé, hey, ik ben afgelopen weekend naar een boerderij geweest met allemaal mooie paarden. Wat? Paard? Paarden, ja. Nee joh, paard, zo, op deze manier. Oh, maar ik heb het uit het woordenboek gehaald. Ja, het kan in het woordenboek zo staan. Maar mijn vrienden en ik gebaren het zo. Ja, je ziet het, hè? De discussie over paard of paard. We zien het vaker op social media. Bijvoorbeeld met vies, vies of vies. Nou. Wij gebruiken 3GL. Er zijn dus max 3 gebaren die we kiezen en dan voordoen. Wij hebben altijd de keuze. Maar in gesproken talen zoals in Nederland geldt, geldt ook voor de gebarentalen dat we variatie hebben. Dus alles wat in de dovengemeenschap gebruikt wordt, is allemaal goed. Ken je gebaren al? Super! Wij gebruiken op social media echter 3. Wat de oorzaak, geschiedenis is van de variatie, etc. Dat kan je leren bij ons online of via de fysieke cursus.